De regering en vakbonden hebben belangrijke stappen gezet in onderhandelingen over energietarieven en koopkrachtversterking. Op 19 augustus 2024 is afgesproken dat de finale besluiten binnen 1 week worden bekrachtigd. President Santokki benadrukte dat de regering zich inzet voor betere leefomstandigheden voor alle Surinamers en blijft in gesprek met de vakbonden. Er is al overeenstemming over de energietarieven, maar verdere details moeten nog worden uitgewerkt. Mario Lubetkin, assistant directeur-generaal van de FAO, bezocht op 14 augustus 2024 Sudo Tropical NV in Saramaca. Dit bezoek onderstreepte de positieve impact van de Large Grant van ruim 297.000 Amerikaanse dollar ontvangen via het SAMA-project. De financiering verbeterde de productiecapaciteit, verlaagde operationele kosten, introduceerde zuurzakthee en versterkte de samenwerking met 10 outgrowers. Lubetkin prees de vooruitgang van Sudo Tropical NV als een voorbeeld van effectieve en duurzame ontwikkeling door Europese financiering. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie lanceerde op 20 augustus 2024 een nieuw preventieprogramma gericht op criminaliteitspreventie met speciale aandacht voor jongeren. Het programma, ondersteund door UNICEF en de IDB, betrekt verschillende groepen, zoals ouders en bedrijven, en biedt hen informatie over hoe te handelen in risicovolle situaties. De focus ligt op het versterken van de rol van jongeren in hun gemeenschappen, vooral tijdens de vakantieperiode. Het ministerie zal samenwerken met internationale partners om de effectiviteit van het programma te vergroten.